achter op geld in zijn kop ben tegengekomen. Harry Heentje. Ja, gewoon geweldig. Je bent echt een Nimwegenaar met me bezig, hoor. Denk er goed aan. Wat gaan we doen vandaag? De toren beklimmen. Ja, en wat nog meer? Natuurlijk ben je bang om gepakt te worden. Maar dat is ook een beetje de spanning van waar je mee bezig bent. Ik denk dat de gemiddelde vrouw van mijn leeftijd dit soort spanning niet meer op wil gaan zoeken. Ze moest dus van die mensen alle foto's en alle brieven moesten verscheuren. En dat heeft ze dus gedaan. En waarom moest dat? Ja, omdat ik een kind van een Duitser was. We vechten eigenlijk wie hier achter de stuur mag zitten, want we vinden het alle twee heel erg leuk. Maar zij wint meestal. Eentje, wat ga jij vandaag doen? Ik ga een heel echt Nimwegens liedje zingen. Nu? Dat doe ik achter elkaar. Aan de mensen zingen misschien mee, als die het kunnen. Oké. Okay. Eerst een heel oud liedje. Ja, begin dan maar. En ik hou van die oude stad zoals die vroeger was. De Vleeshouwerstraat, de munt en Rottegas. De Steenstraat, de wrakke profoot, zijn lange baan. En ik heb wat duizend keren daar aan die wakker staan. En ik heb wat duizend keren daar aan die wakker staan. Hey. Zul je hem hebben, hé? Hey, Willemien! Hey, hallo! Ja, ik zie je, hoor. Hey, kom je even naar beneden? Ik kom eraan, hoor. Willemien Wannet is de laatste torenwachter van Nederland. Ze is ook de enige vrouw die dat ooit heeft gedaan. 30 jaar lang werkte ze op de Nijmeegse Stevenstoren. Op 1 juni gaat ze met pensioen. En daarmee verdwijnt ook meteen haar functie. Ja, Willemien. Hey, dat is een bekend gezicht. Het is een flinke afdaling, hè? Nou, dat valt wel mee, joh. Je stond daar boven. Ja. En wat doe je daar nou precies? Wat ik daar boven doe? Kijken. En af en toe zie ik iets raars. Ja. En dan meld ik dan. Maar dat is jouw functie, hè? Nee, jij bent de officiële... Ja, ik ben torenwachter. Ik ben torenwachter, maar in de loop der tijden is die functie natuurlijk uitgekleed, hè? Het is een... middeleeuwse functie, maar in een modern jasje. Laten we bij die middeleeuwen beginnen. Toen was er een muur rond de stad. Ja. Met allemaal torens. Want in de verte zie je er nog één daar. Ja, de Kruittoren. En dan stond er een torenwachter op de toren. Ja. 24 uur. Ja. Dag en nacht waren dat torenwachters. Die stonden daar te kijken of de vijand eraan kwam. Mm-hmm. En de huizen waren van hout, dus er was veel brand. Dus die moesten dan brand melden. En dan gingen ze klokken luiden en roepen. En dan gingen ze de brandklok luiden. En dan deden ze overdag een stok met een rode lap aanwijzen waar de brand was. En 's avonds met een lantaarn. Oh ja. Je zou zeggen, in de moderne tijd, zeker in 2011... Ja, ja joh, dan heb je toch geen torenwachten meer nodig. Hoe ben jij dat al die jaren gebleven? Toen burgemeester De Graaf werd aangesteld hier als burgemeester van Nijmegen, toen werd ik aan hem voorgesteld. Ja. Als torenwachter. Ik sta op de loonlijst ook. Aha. Als torenwachter. Aha. Toen zegt hij, torenwachter? Ik wist helemaal niet dat wij zoiets nog in dienst hadden. Dat is heel bijzonder. Ja. Ja, want ik blijk gewoon ook de laatste te zijn. Nijmegen als oudste stad, die had sinds de middeleeuwen torenwachters in dienst. Maar wat is nou... officieel jouw functie. Wat moet jij doen de hele dag? Nou, ik geef nu grotendeels rondleidingen. Ja. Daar heb ik helemaal zelf... want ik dacht, alleen maar kaartjes hier gaan verkopen. Dus je bent eigenlijk als torenwachter met je tijd meegegroeid. Precies. Ik ben in 1979 hier begonnen, in 1979. En dat kwam, ik ben hier geboren aan de voet van de toren. Ja. En ik liep daar beneden. Kun je je voorstellen? Ja, ik zie dat paadje. Helemaal in de diepte, onder. Ja. En ik keek omhoog. En de klokken begonnen te luiden. Ja.
En ik dacht, verdikkie nog eens toe. Hebben wij zoiets moois in onze eigen stad? Ja. En toen hoorde ik de klok luiden en ik wist nog niet waar de klepel hing. En toen ben ik hier binnengekomen. En toen heb ik mijn man hier ontmoet. Patsboom. Ja? Binnen stond hij? Ja. En toen ben ik... Beschrijf hem even. Wat zag je? Ja, wat zag ik? Ik kon er de hele week niet van slapen. Dat weet ik wel. Ja, dat was een onvoorstelbaar. Net of me dat hierheen getrokken werd. En toen is die liefde voor dit gebouw ontstaan. Deze grote liefde was in die tijd de torenwachter van de Waalstad. Jaren later heeft hij op zijn sterfbed nog één wens. Zo, kom maar mee, hè? Want hij vroeg aan mij dat ik door moest gaan. Ja. Maar in mijn hoofd had ik... Het is nu afgelopen met torenwachter. Binnen de gemeente. Die functie zal wel geschrapt worden. Er is nog een raadsvergadering geweest, ook nog... Mm-hmm. En die hebben mij wonder boven wonder in 98 toch nog aangesteld. Dus er was een geluk bij een ongeluk. Als torenwachter. Ja. En daar heb ik echt hier gestaan, dat geloof je niet. Cor, lieverd, het is gelukt. Ik ga wel op een veilige afstand staan, want ik weet nooit hoe hard je het in moet. Zo, pas op dat je niet valt, hè. Het is glad. Wat fantastisch, zeg. De Waalbrug. Ja. Een trein. Mooi, hè? Nou, is dit echt jouw uitzicht, Willemien? Dit is mijn uitzicht. Daar heb jij 31 jaar naar gekeken. Ja. Wat is er nou in die tijd gebeurd waarvan jij zegt... het is maar goed dat ik hier stond? Nou, die inbraak in de Pijkerstraatgarage. Heb ik de politie kunnen waarschuwen. Dat zag jij gebeuren? Ja, met mijn verrekijker. En toen zag ik dat ze op de Pijkerstraatgarage... twee knapen aan het inbreken waren in auto's. En toen hadden ze gewoon echt pech. En toen heb ik met mijn moderne middelen... Ja. Vroeger moest je dan het sein geven via de klokken, maar met de mobiel, de politie kunnen waarschuwen. Ik heb gezien dat die auto dek opreed en dat ze in de kraag gegrepen werden. En toen stond ik echt op die toren. Verdikkie toch eens toe, dat moet het zijn geweest, jongen. Ja, maar nou hè, Willemien. Ja. Vertel, moet je binnenkort afscheid gaan nemen van deze plek. Ja. En wat ga jij dan zeggen of denken? Dan ga ik zeggen. Dag stad. Ja. Het was mooi. Ja, ik kijk er met grote liefde en vreugde op terug. Nou, Nijmegen. Het gaat gebeuren, hè? Ik groet je. Ik zal het nou lager op moeten zoeken. Adieu. Daarvoor bijzonder optrekje. Huizen Turkije. Maar het ziet er wel uit als een huis uit 1922. Eén vraag. Sunshine made my bare feet burn up. Hey. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Harm. Goedendag. Dag Piet. Hey, ik had een vraag. Ja. Hoi. We kwamen langs gereden en dan zie je eerst een leuke huis met die luiken. En dat is heel vrolijk. En dan staat er ineens op Huizen Turkije. Ja. Leg even uit, heb je een deur in de buurt? Of... Ja. Oh ja. Kijk, welkom. Hier is het, Huizen Turkije. Ja, als je bent. En jullie zijn de Turken? Nee, dat ben ik. Dat. Helaas, dat zijn ons wel aan dat je nou geen Turken zijn. Nee, helemaal niet. Je klinkt niet Turks, je ziet er niet Turks uit. Waar komt die naam vandaan? Nou, vroeger is veel tabak gekweekt in Valburg. Ja. En al die gebiedjes hier hebben een naam. Hier is het vroeger Turkije. Wij wisten vroeger niet beter, want ik heb in Valburg geboren. Maar waarom dan specifiek Turkije?
Ja, dat heeft denk ik met die tabak te maken. Maar hoe dan? Dan kwam dat, de tabak op hier. Tabak, hij was gehoord. Nee, eigenlijk niet. Brazilië en zo. Ik denk, daar heeft het volgens de geschiedenis mee te maken. En toen ik hier kwam te wonen, 15 jaar terug, toen dacht ik, weet je wat? Ik zet Turkije op. Ja, maar ja. Ik heb drie redenen. Waar dat bord zit, daar hebben vroeger die potjes op gezeten van de bovenleiding. Van die elektriciteit. Je moest iets, je had gewoon een leuk. Dus dat was een beetje lelijk. Ja, dat is één probleem. Dan wil ik een beetje verbergen. Ja, ja. Dat was dus één reden. De eerste reden was dat je Turkije heette. Dus dat je de historische naam in stand wilde houden. Ja, dat is twee. Punt twee. Die lelijke gaten. En punt drie? En punt drie was mevrouw Turk. Met achternaam. Heet je Turk? Ja, ja. Ah, het is schattig. Echt waar? Ja, echt waar. Dus je had gewoon niet beter kunnen wensen. Nee. Natuurlijk ben je bang om gepakt te worden. Dat is ook een beetje de spanning van waar je mee bezig bent. Ik denk dat de gemiddelde vrouw van mijn leeftijd dit soort spanning niet meer op wil gaan zoeken. En ik probeer altijd mijn grenzen te verleggen. En zo ook in dit. Marianne Rauw is urban fotograaf. Ze fotografeert in en rondom verlaten panden en vergeten fabrieken. Veel locaties zijn verboden gebied. Maar Marianne gaat er toch heen, omdat ze juist daar de mooiste plaatjes kan schieten. Zo, wat is dit mooi. Oh. Geweldig. Kijk, hier word ik nou heel blij van. En dat vind ik super, omdat er verder hier nooit iemand komt. Dit is zo mooi om na te denken dat hier vroeger stenen hebben liggen drogen. Die dan opgehaald werden aan de waterkant door schepen. Dit is waarschijnlijk een oud stookgat. Waar dat gat eruit komt, dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid dan optimaal. Yeah. Het zoeken naar dit soort locaties, dat vergt nogal enige zorgvuldigheid, omdat het is niet zomaar te vinden. En als je het dan gevonden hebt, dan is dat al de kick. Is het dan nog zoeken naar de juiste route. En als je er dan voor staat, dan heb je echt een wauw-belevenis van ga ik hier binnenkomen? Zou me dat lukken? Kijk, dat gaat kerels toch makkelijker af, hè? Wow. Ik denk dat je hier in een binnenruimte komt, achter die gewelven. Eigenlijk is het illegaal wat je doet. Wij gebruiken liever niet de term inbreken, maar meer insluipen. Omdat je altijd naar binnen gaat op een manier, zodat je niets hoeft kapot te maken. Ik wil hier gewoon even kijken. Daar liep een muis. Dus ik ga die muis even volgen waar die heen gaat. Ik wil gewoon zien wat hieronder zit. Dit is waarschijnlijk het oude stookhok geweest en waar dat uitkomt. Je zorgt ook altijd dat je weer de spullen achterlaat zoals je ze aangetroffen hebt. Wij zullen nooit iets vernielen. Dat is ook een stijlregel binnen de urbex. Hè? Take nothing but leave footprints. En take only pictures. First thing in the morning,
As I look and start to burn my head, you slowly creep in. I'm done with all the talking. Mei 1944. Nederland is bezet. En Nijmegen ligt in puin na het vergissingsbombardement op 22 februari van dat jaar. Op de puinhopen van de oorlog bloeit een liefde op. Een verboden liefde. Op een mooie lentedag ontmoet de moeder van Nelly Bochum een jonge Duitse soldaat. Ze krijgen een relatie. Uit een liefderelatie ben ik dus geboren. En we staan hier omdat hij hier afscheid heeft genomen aan de achterkant, door het gaas heen. Ja. Heeft hij haar handen gepakt en gezegd: Nelly, du bekommst een kind van mij, maar ik kom het terug, ik kom het terug, ik kom het terug. Mijn moeder wist nog niet dat ze zwanger was. Maar hij wel? Hij wel. Hoe kan dat dan? Ja, dat weet ik niet. En toen is hij dus over de Sint-Annestraat met andere militairen dus vertrokken, ja. Maar toen was hier niet zo'n heel nieuw gebouw. Nee, het was nog het oude Canisius. Zullen we een rondje gaan lopen? Laten we hem doen, kom maar. Kunnen we zien hoe dat allemaal gekomen is? Ja. Bij haar schaatsen, hè? Ja, echt wel. Na de geboorte van Nelly gaat haar moeder werken bij een familie met een grote stoffenwinkel. Ondanks dat ze een kind van een Duitser heeft, mag ze daar aan de slag. Maar wel op één voorwaarde. Ze moest dus van die mensen alle foto's en alle brieven moesten verscheuren. En dat heeft ze dus gedaan. En waarom moest dat? Ja, omdat ik een kind van een Duitser was. Dus eigenlijk, wat je in die tijd zei, een fout kind? Een fout kind. Met een heel naworden moffenkind? Ja, ja. En daar ging dus jouw hele geschiedenis ging zo de kachel in? Ja, ging de hele kachel in. Deze familie verplicht Nelly's moeder om te trouwen met een man die zij hebben uitgezocht. Nelly groeit op met het idee dat deze man haar echte vader is. Wanneer kwam je erachter dat het niet zo was? Ja, toen was ik 18 jaar. Toen ging mijn moeder scheiden, zeg maar. En toen kwam het hele verhaal er eigenlijk uit. Ik zei, ja, ik heb altijd wel gemerkt dat het mijn vader niet is. Ik lijk helemaal niet op hem. Ja, en ook het gevoel dat hij me niet mocht, dat was heel sterk aanwezig. Dat moet toch heel moeilijk zijn voor een meisje van 18? Ja, dat is zeker heel moeilijk. Dan ben je in één klap niet meer wie je bent. Nee, dat heb ik ook wel, zeg maar, zelf heel erg moeten verwerken. Ja. En eigenlijk heb ik met mijn moeder daar nooit meer over gesproken. Weet je bijvoorbeeld hoe je vader heet? Herbert. Ja, en van achter? En Neubauer. Herbert Neubauer. Ja. En hij had een zus en die was in juni jarig. Ja. Dat is het enige wat ik weet. En verder wilde ze niks vertellen? Nee. Nou is er nog een plek in je leven, hè? Ja. Hier vlakbij. Ja, de Timorstraat. En wat is er in de Timorstraat? Hij heeft daar gelegerd gezeten. Jouw vader? Ja, mijn vader. Zullen we daar eens even naartoe gaan? Ja, dat is goed. Ja, hier heeft hij gelegen. In deze school heeft jouw vader school gezeten? Ja. Hoe lang heeft die relatie geduurd, weet je dat? Ik denk zelf vanaf mei tot september. Echt een tijdje dus? Ja. Het was niet een one-night stand? Nee, geen one-night stand. Het is echt een liefdesrelatie geweest. September 1944. Operatie Market Garden. De geallieerden landen in de buurt van Nijmegen en Arnhem om Nederland te bevrijden. De Duitsers verzetten zich hevig, maar weten geen stand te houden. Op 20 september is Nijmegen officieel bevrijd. Duitse militairen worden gevangen genomen en afgevoerd. Ik heb een vermoeden omdat mijn moeder verteld heeft. Hij is 22 september is hij dus bij me weggegaan. Aha. Heeft hij afscheid genomen dat hij hier misschien wel bij zou lopen. Dus een van die soldaten, daar zitten met hun handen achter hun hoofd? Die hun waren gearresteerd, ja. Krijgsgevangenen? Ja. Dus kan zijn dat jouw vader hier gewoon tussen loopt? Dat zou best kunnen, ja. Het was gewoon overdags. En heeft je moeder hem weg zien lopen? Ja. Nelly heeft alle instanties aangeschreven en hulp gezocht om haar vader te vinden. Maar tot nu toe is dat niet gelukt. Want hoe oud zou je vader vandaag zijn? Nou, die zal wel rond 86, 87 jaar moeten zijn.
Dan wordt het wel een krasse knar zijn. Wil hij nog leven? Het gaat mij niet over dat ik mijn vader nog terug zal zien. Mm-hmm. Maar dat er misschien familie is, broers of neven of nichten. Al heb ik maar zo'n fotootje. Ja, je wil weten hoe hij eruit zag. Ja, dat is het enige wat ik wil. Eigenlijk ook wat voor iemand het was, hè? Ja. Maar wat zou je nou doen als ze hem dan vinden? Ja, dan zou ik hem om de nek vliegen. En dan? Ja, dat ik toch van hem hou. Ja. That Cuban girl that brought me low. She had that skin so fine, red lips rose like now. Her mouth was white. Goeiedag. Goeiedag, heer. Ja, ik zag jullie met van die gevaarlijk grote dingen overstaan. Mag ik er heel even tegenop bemoeien? Ik kom er even uit. Bert Roos. Ja. Mooi. En er zit een compagnon bij. Dat is mijn zoon. Dat is je zoon. Hoe heet je zoon? William Roos. Ja. Bert, ik zag jullie met enorme telelensen lopen. Alsof je een AC Milan tegen een internationale gaat verslaan. Maar wat ben je aan het doen? Een beetje fotograferen, vogels of zo, en een beetje eenden en ganzen en zo allemaal. Vogels en eenden en ganzen? Ja, vooral zo, waar je me tegenkomt. Alles wat vliegt en bloeit. Ja, en, de feiten. Ja, vader en zoon, samen vogels kijken, wat is dat? Ja. Het zou een baby zijn, maar niet de hele tijd praten, maar gewoon je ding doen. En ja, een beetje rondlopen samen, en dan zit hij wat. Ja, maar dan kun je dat met je eigen vrienden doen, dan wil je kinderen er niet meer lastig te vallen. Ja, ik val er niet meer lastig, dat is ook leuk. Ik ben vaker alleen als dat hij meegaat. Oké. Daarom. Maar wat is die verbondenheid tussen jullie? Ja, verbondenheid. Ja, familie. Doe je favoriete vogel even na qua lokroep? Nou, ik heb die grapjes in die woorden. Koekoek. Ik ben gewoon naar huisje. En jij rijdt vandaag, want jij bent de baas en jij hebt ook de sleutel. Ja. Oeh. Oh, het is wel glad, hè? We vechten eigenlijk wie hier achter de stuur mag zitten, want we vinden het alle twee heel erg leuk. Maar zij wint meestal. Geen schuiven maken. Pas op, hè. Gerard en Suus zijn besmet met het Heinkel-virus. Heinkel wordt wel de Rolls-Royce onder de scooters genoemd. Ze zijn gek op dit verdwenen Duitse merk. Het stel heeft 3 scooters en ook nog een Heinkel driewieler. Heel Nederland rijden ze ermee door. En ze gaan er zelfs mee op vakantie naar Engeland. Gera, die had nog geen rijbewijs. En hij zat gewoon bij mij achterop. Als een van de weinige mannen die dat doen. Man gaat niet zo gauw achterop bij een vrouw. Gera deed het wel en die vond het ook helemaal geen probleem. Zo zaten we en dan zei ik altijd goed vasthouden. Ik goed vasthouden, dus ik moet altijd goed vasthouden. Niet zo gaan zitten, maar goed vasthouden. En ik zat wel goed achter, Suus mooi uit de wind. Normaal is het zo, degene die het stuur vast heeft, die heeft de broek aan. Maar in ons geval is dat niet altijd zo. Hij is van het onderhoud en ik ben gewoon van het rijden. En de navigatie? Ja, en ik beslis waar we heen gaan. Ik heb veel te zeggen. Hier achter deze groene deur heb ik alles te zeggen. En achter die deur heb Suus alles te zeggen. Zo doen we dat, toch? Ja. Ja, komt niks aan. Ja, rechts. Nee, rechts. Nee? Rij maar. Ja, oké. Okay. No one means more to me than you. Die spijkerbanden eronder doen. We hadden beter de spijkerbanden eronder kunnen doen, ja. Voordat hij dus op de weg was, heb ik er 900 uur is er aan versleuteld. Even wachten, hè. Dak dicht. Nou, rijdt hij al 5 jaar op de weg en we hebben al bijna 30.000 kilometer gereden. Heinkel was de liefde van mijn vader. Vader had een motorzaak is ermee begonnen in 1938. En in de jaren begin 50 kwam dus de Heinkel-scooter. En is hij daar dealer van geworden. Kom maar, staart erin. Staart. Dus al die jaren tot de jaren 70 heeft hij dus de Heinkel gekocht. Hij glippert wel. Ja, maar dat geeft niet. Hier kunnen we dan wel in. Dat is meteen rijden. Ja, maar dat is zand, hè? Daar ga ik niet in.
Maar dat is het niet. Ja, het is goed. We zitten breed uit. We zitten echt breed uit. Want het is, de ruimte die je aan de buitenkant ziet, die heb je ook aan de binnenkant. Ik maak de routes. Ik doe het wel vaak goed, jawel hoor. En hij? Jawel, ja. Soms. Ja, we komen altijd weer daar waar we wezen. Als je stokdoof bent, dan heb je één voordeel. Dan heb je geen last van snoeiharde, lelijke popmuziek. Zijn er toch nog doven die nou juist daar naartoe willen? En dan heb je ook weer mensen die dat weer oplossen. Van die earplugs in, van die oordop in gedaan. Omdat ik dacht, het is een takkenherrie, maar dit is dus wat iemand hoort die gehoorbeschadiging heeft. Niks. Nou, ik zou het toch maar even indoen nog, want zo meteen wordt het nog even iets harder. Wat een takkerie, zeg. Sjoen, is ik qua decibellen. Ja, inderdaad. Ja, pittige metal. Ja, in ieder geval pittig. En dan sta jij te vertalen voor doven. Ja. Waarom gaan doven naar muziek überhaupt? Kijk, ballet of film of zo, dat snap je nog wel met muziek. Ja, nou ja. Ja, je hebt een handicap, dus pech. Nou ja, er zijn heel veel doven die wel echt willen genieten van muziek. En er zijn ook nog genoeg mensen die nog wel iets kunnen opvangen. Mm-hmm. Plus het voelen van muziek. En vooral ook... Dat zit hier natuurlijk goed. Ja. Ik stond daar en ik had echt mijn oor, die plugs erin en mijn oren dicht. En dan voel je echt nog van allerlei vibraties in je lijf. Ja. En dan krijg je toch de neiging om al... Om mee te doen ook, ja. Sowieso. Ja. Dus dat is natuurlijk, als je een gehoorbeschadiging hebt, wel heel ja, leuk. Ja, ja, inderdaad. En nu, is het, nu kan je ook nog eens de tekst volgen en de muziek ook nog zien door de tolk hoe die beweegt. Het was nogal pittig, volgens mij, toch? Ja, het is wel. Je stond voor allerlei dingen naar je toe te schrapen en jezelf voor allerlei dingen aan te doen. Ja. Waar ging het over? Waar gaat het over? Dat altijd, ik doe het gewoon in mijn hoofd. Maar voor mijn gevoel is het sowieso dat het over iemand gaat... Of eigenlijk gaat het over iemand die praat over... In mijn gevoel zijn zoon, maar of dat zo is, dat weet ik niet. Maar dat is mijn gevoel. Uh-huh. En die doet zichzelf eigenlijk van alles aan. Maar je zei net, van ik maak mijn eigen interpretatie ervan. Ja, is dat de basis van hoe jij dingen vertaalt? Nou, het is eigenlijk, je krijgt de tekst, zeg maar. En waar ik eerst mee begin, omdat in dit geval is het Engels. Dus eerst met Nederlands vertalen. En daar ga je een beetje in sleutelen. Maar uiteindelijk doe ik wel mijn interpretatie. Omdat ik mijn gevoel met de muziek samen met de tekst. Ja. En dat wil ik overdragen. Anders zou het ook niet kunnen, natuurlijk. Ja, ik vind wel dat je het ook echt moet voelen. Want anders komt het niet over. Hoe is het ooit begonnen? Want je hebt enorme lengte. Ja, nou ja, ik ben vijf jaar geleden begonnen aan een opleiding voor tolk Nederlands gebarentaal. Maar daar zit dit aspect, het creatieve aspect, zit niet in de opleiding verweven. Dus als je iets mee wilt doen, moet je echt zelf daar iets mee gaan doen. Hoe lang doe je dit al? Dit muziektolken, ja, nou ja... Ik denk eigenlijk sinds een jaartje. Ja, zoiets. Ja, ja. Ik heb ook een cursus gevolgd waarin je dat allemaal een beetje kon leren en zo. Dus, maar goed, ja, heel veel doe je toch vanuit je
onderbuikgevoel of zo. Nou, het is wel, je kan, zeg maar, wat je hoort en ook de, qua geluid, zeg maar, en de tekst, ja, kan je wel natuurlijk samenvoegen. Je kan ook gewoon zo doen. Of gewoon zo, één keer. Hoofd, ja, maar dat maar is niet de intentie. Nee. En plus, ik hoor dat de muziek op warm... Ja, dat kan je op ritme, van de drum ook bijvoorbeeld, kan je die beweging dus maken. Ja. Waardoor het gelijk ja, samen wordt gepakt, zeg maar. Past deze muziek zo het beste bij je? Nou, dit is wel de muziek waar ik me het allermeest in kan uiten, zeg hier maar. Echt helemaal los. Op. Het is echt... Ja. Dat nou, is wel zo. Na een concert, ja, zijn zij dood, maar jij bent overleden ik ben en erger. Ja. Eén liedje is helemaal... Ja. Ja, daarom is het ook een hele band tolken en dan alle nummers achter elkaar. Dat kan op zich wel, maar daar zit wel heel veel voorbereidingstijd in. Ja, want je ook alles moet onthouden natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Plus dat, dus meestal is het zo dat je met meerdere tolken een band vertaalt en dat je elkaar afwisselt. Nou, is dit heavy metal bak herrie, daar kan je veel mee doen. Maar je hebt natuurlijk heel veel andere muzieksoorten waarvan ik denk dat is ook gewoon heel mooi om te doen. Ja, doe inderdaad. Jij ook andere dingen? Ja, ik doe eigenlijk van alles. Ja, allerlei soorten muziek. Ja, als dat me maar trekt in ieder geval. Wat doe je bijvoorbeeld absoluut niet dat je zegt dat is echt te lelijk? Oh, ze beginnen weer. De Snijders. Ja. Dat is echt totaal wat anders dan die metal. Ja, inderdaad. Dit is heel poëtisch en simpel. Ja. Wat is hier nou heel mooi aan? Nou, het poëtische vind ik. Ja. En ook de tekst. Ik vind het een hele mooie tekst. En dat, ja, ik vind het gewoon het nummer zelf, omdat je hebt dan die wereld, zeg maar, die je kan bewegen en draaien. En je kan zeggen, hij draait, bijvoorbeeld. Dat kan. Ja, ja. Maar het is mooi, want dit is de vorm van de wereld. Dus dan is het ook mooi om die vorm vast te houden en daarmee te draaien. Ja. En dan is... Die handvorm, dat is dan het poëtische van de gebarentaal. Ben je dagen aan het zoeken naar de juiste beelden en doe je daarvoor een spiegel? Of hoe gaat dat? Nou ja, eerst ga ik inderdaad wel bedenken van hoe wil ik het doen. Nou ja, de wereld is eigenlijk, daar gaat het om in dit nummer. Dus die heb je al. En hoe kan ik daar alles aan, een beetje aan koppelen? En ja, dat heb ik daar... ja, dat heb ik op die manier zo vormgegeven. En daar ga je mee verder. En uiteindelijk heb je voor bepaalde woorden, denk je van ja, ik kan dit gebaar gebruiken, maar dat vind ik niet helemaal mooi. Misschien kan ik het beter zo doen dat het dan... Want ja, je kan best op meerdere dingen, op meerdere manieren iets vertellen. En ja, dan probeer je dat eruit te pakken. De wereld beweegt, ze roert, ze sloert, ze steekt, ze naait, ze slukt en ze boert. We draaien mee, we zwaaien mee, we zwieren en we smalken. Nou, doe je hele hippe muziek, hippe Nederlanders, hippe buitenlanders. Maar ik vind oude Nederlandstalige muziek vind ik ook heel mooi zelf. Ja. Dus een, ga ik losbarsten in een liedje en dan ga jij dat van gebaren voorzien. Is dat goed? Ja, okay. Kom erop. Ben je klaar voor iets heel klas? Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de bange hartstocht en de pijn. Ja, ik vind het heel mooi. Nou, zo ongeveer. Applaus, hè? Ja, goed, dat is applaus. Applaus. Ja. Ik vond dat ze dat heel knap deed, die tolk. Maar Saskia en Serge, hoe zou ze dat doen? Dan heb je pas echt een probleem.